Je gaat met elkaar een infectieziekte bestrijden en daar moet je er keihard in zijn. En dan kun je zien wat de consequenties is. Want als wij onverhoopt in code zwart komen, dan is dit wat we in Rotterdam gezien hebben, is peanuts. Schat, is dan krijgen we echt een situatie dat het onveilig wordt in Nederland. Als de situatie zo wordt dat wij bedden tekortkomen en dat we keuzes moeten maken, dan moeten we ons personeel gaan beschermen met politie of het leger. Want? Ja, nou, omdat die emoties lopen gigantisch. Als jij dan het ziekenhuis komt met je kind of met je vader of je partner en wij zeggen, ja, we hebben geen plek en jouw partner komt niet in aanmerking, we gaan je aan de sedatie leggen en je komt te overlijden. Agressie. Dat wordt ongelooflijk agressie. God zegen, broeders en zusters. Het is alweer 10 maanden geleden dat ik een gesprek heb gehad met Wilco Sliedrecht. Een arts, en ik ben zelf ook een arts, over het onderwerp van het coronavaccin. En we hebben het wel gehad over de coronacrisis in bredere zin. Verschillende aspecten die relevant zijn, ook voor christenen. Nou, daar zijn na het maken van die video heel veel reacties op gekomen. Die heb jij ook gezien, Wilco. Heel veel enthousiaste reacties, mensen die blij waren met wat in hun ogen een gebalanceerd gesprek was. Maar ook veel mensen die erg tegen waren, hè. Die zagen ons als verdedigers van een vermeend duivels coronabeleid. Best wel extreme reacties, hè. Als in dat wij het gif van het vaccin zouden verdedigen. Nou, dat soort reacties kregen we ook veel binnen. En wat op zijn minst duidelijk werd na die video was dat dit een heel gepolariseerde discussie is. En dat de gemeente van de Heer Jezus Christus, dat die erg verdeeld is over dit onderwerp. Hè. Dat is wel wat mij erg bijbleef. En we zijn nu 10 maanden verder. En we staan ook weer aan de vooravond van een nieuwe persconferentie. Het gaat niet goed met coronacijfers in Nederland. Dus het leek ons goed om nog eens een vervolggesprek te doen. Er werd ook om verzocht. Dus bedankt Wilco dat jij daar ook toe bereid bent. Hoe was het voor jou, dat vorige gesprek en de nasleep daarvan? Ja, nou, het was enigszins verrassend wat er dan op je af kan komen. Ook wel een aantal mensen die oprecht verdrietig waren, zeg maar, de standpunten die je verkondigd hebt. Nou ja, ik heb ook wel gesprekken daarover gehad. Als je dan toch elkaar zo hard zoekt en op een rustige manier de argumenten met elkaar bespreekt, dan kun je toch totaal anders denken, maar wel elkaar als broeder of zuster zien. Maar dat is me toch ook wel bijgebleven. Dat, bijvoorbeeld het stukje over de fetale cellen. Hè, en dat je ondanks wat wij zeiden, van dat misschien in het verleden er toch iets vaags is gebeurd of wat je ook niet goedkeurt, dat het allemaal onduidelijk is. En dat je toch kan zeggen dat iets wat daaruit voort is gekomen, wat heel veel levens redt of gered heeft inmiddels al, dat je daarachter kan staan. Ja, maar ook dat is ook weer een heet hangijzer. Hè? Dat is ook iets waarvan er ook genoeg christenen zijn die dat absoluut niet begrijpen, dat je daar überhaupt op wat voor manier dan ook ook maar iets mee zou moeten kunnen met zo'n vaccin, met zo'n soort achtergrond. Ja. Ja, dus dat is er ook gewoon. En dat kom je ook tegen. Precies, ja. En de uitdaging is dan wel, denk ik, om in deze tijd ook als christenen eenheid te vinden, ook als we daar verschillende visies op hebben. En dat was ook een reden dat we vandaag 2 artikelen gaan bespreken. Van twee theologen die ik in elk geval allebei respecteer, waar ik veel aan heb gehad. Namelijk James White. James White is ook een apologeet uit de Verenigde Staten. Ik heb hem mogen vertalen ook in Nederland en een beetje een relatie met hem mogen opbouwen. Nou, een man die heel veel debatten heeft gedaan met moslims, met Jehovah's getuigen, met Rooms-Katholieken. Gewoon heel veel betekend heeft voor de gemeente. En die heeft recent een artikel geschreven over de coronacrisis, specifiek over de vaccins. En daarin is hij voornamelijk kritisch op wat er op dit moment gebeurt in de wereld. Daar gaan we het over hebben. En tegelijkertijd John Piper, die we denk ik ook, veel christenen respecteren hem ook als een trouwe bijbelleraar. Hè? Die een wat positiever artikel heeft geschreven en een wat positiever perspectief heeft ook op de vaccins. Hè? Ja. Nou,
Hoewel die me ook wel verrast heeft. Hè, want hij heeft een aantal maanden geleden had hij een zogenaamde Ask Pastor John, waarin hij zich erg uitsprak tegen vaccinaties die mogelijk in het verleden gebaseerd zijn op die fatale cellijnen. En, dus hij verraste me ook wel weer een aantal maanden met een zwaai die hij gemaakt heeft mogelijk. Ja, en dat, maar dat zie je ook wel, zoals die dominee Visser bijvoorbeeld, die dan toch eerst een preek houdt die viral is gegaan eigenlijk. En door heel Nederland beluisterd is binnen de kerken. En waarin die verbinding maakt tussen Openbaring hoofdstuk 13, eindtijd profetieën uit de Bijbel, verbindt aan de huidige coronacrisis. Hè, en voorzichtig ook die verbinding maakt. En vervolgens daar ook zijn excuses weer voor aanbiedt. Ja, van ja, dit was misschien niet zo handig om dit zo te doen. Nou ja, dan krijgt hij vervolgens daar ook weer een lading kritiek van. Maar het lijkt haast alsof je ook niet van standpunt kunt veranderen. Hè? Alsof je in het ene kamp of het andere kamp moet zitten. Terwijl, ik denk de realiteit van deze situatie is dat het een hele ingewikkelde situatie is. En dat we enerzijds te maken hebben gewoon met een, nou toch wel een gevaarlijke situatie. Hè? Een virus waar bijna niemand immuniteit tegen had. Wat in één keer de wereld zo inkomt, verspreidt. Waardoor de zorg overbelast raakt. En er mensen sterven. Nou, dat is gewoon, denk ik, een realiteit. Anderzijds, dat je toch ook wel als christen kritisch kunt zijn op wat de overheid vervolgens allemaal aan inperkingen, maatregelen oplegt en een QR-codesysteem waar je best wel wat vraagtekens bij kunt stellen ook. Ja. Ja, zeker als je vanuit een christelijk geweten moeite hebt met vaccinaties en daardoor aan de marge van de samenleving komt te staan. Dus nou, die kunnen er allebei soms zijn, die kanten. Ja. En dat, het gaat om de nuance uiteindelijk. Dat je ook naar elkaar standpunten kunt luisteren. Het ook kunt begrijpen. Ook al ben je het er niet mee eens. En ik denk dat de ellende van nu is die polarisatie. Inderdaad, van de ene groep heeft bijna de loopgraaf ingenomen en de andere groep ook. Yeah. En ja, het kan bijna niet meer. Iedereen zit ingegraven in zijn standpunt. Ja. Kijk, dat kan natuurlijk soms goed zijn. Hè? Als je echt ergens voor staat wat gewoon een Bijbelse waarheid is. Hè? Bijvoorbeeld het evangelie, daar moet je geen compromissen in sluiten. Nee. Hè? Dat de Heer Jezus de Zoon van God is. Dat hij voor ons de zonde aan het kruis gestorven. Dat hij is opgestaan uit de dood. Daar kan je geen compromissen in sluiten. Dat is gewoon, dat is de waarheid waar wij op staan. Maar deze situatie, ja, heeft complexe kanten. En je hebt zowel trouwe christenen die gewoon hun hele leven aan de Heer hebben gegeven. En gewoon in hun leven trouw zijn geweest, die aan de ene kant komen te staan, en vergelijkbare christenen die aan de andere kant komen te staan, en die toch het contact met elkaar dreigen te verliezen. Ja. Dat is wel kwetsbaar. Ja, het loopt in die zin gewoon echt dwars door de kinderen gods heen, zou je kunnen zeggen. Die scheiding van standpunten. Ja. Hey, zullen we eens kijken naar het artikel van James White? En beginnen we daarmee, dan komen we straks bij John Piper. We gaan niet het hele artikel zin voor zin doornemen, want ik zal ook onder deze YouTube-video de link zetten naar de volledige artikelen. Die kun je zelf ook lezen. James White begint eigenlijk met gewoon een christelijk wereldbeeld neerzetten. Hij heeft al wel gelijk in het begin een soort een samenvatting van zijn artikel beschreven. Dus het lijkt dat hij zelf ook wel ziet dat het een lang artikel is geworden. Maar hij begint gewoon met een christelijk wereldbeeld neer te zetten. Hè? Van dat Jezus gestorven is, dat hij is opgestaan, dat hij gezeten is aan de rechterhand van de Vader. Dat alle macht in hemel en aarde aan hem gegeven is. Dat het lege graf de basis is voor zijn ultieme gezag. Hè? In die zin is het lege graf het ultieme gezagsbewijs dat Christus is wie hij is. Dat hij koning is van het heelal en dat inderdaad alle gezag hem toebehoort. En in het verlengde van dat christelijk wereldbeeld, dat hij uiteindelijk aangeeft, het menselijk leven is heilig. Mm-hmm. Dat heb ik zelf gearseerd. Dat is volgens mij uiteindelijk waar hij naartoe wil, is het menselijk leven is heilig. Hè, op grond van het feit dat we geschapen zijn naar het beeld van God. En ja, dat wetende moeten we daar voorzichtig mee omgaan. Ja. En dat doet hij natuurlijk ook als hij het heeft over abortus. Hè, dat een christen niet achter het aborteren van ongeboren kinderen kan staan. Dat heeft betrekking op euthanasie. Maar het heeft ook betrekking op hoe ga je om met nieuwe medicatie en vaccins, zeker wanneer die nog niet getest zijn op lange termijn bijwerkingen. Mm-hmm. Ja. Ik weet niet of dat jou al iets opviel in die eerste pagina's van het artikel. Kijk, hij zet natuurlijk gelijk al de toon door het te hebben over experimentele medische procedures. Dus daarin zie je gelijk dat daar een
komt zijn standpunt wel gelijk naar voren. En hij zegt ook van als de wet van Christus, dat hij Heer over ons leven is en het leven van de christenen in Amerika. Dat betekent dat we ons niet laten opleggen door de regering of door medici. Dat is eigenlijk zijn standpunt, hè? Ja, zeker niet blindelings, zeg maar. Zeker niet zonder dat je het door de filter van wat zegt Christus en wat zegt zijn gezag hierover. Ja, hè? Dus dat, die verhouding. Ja. Nou, op zich is dat wel, denk ik, wel helder. Maar je ziet inderdaad dat dan komt op een gegeven moment het subkopje The Reality of Experimental Vaccines for SARS-CoV-2. Ja. En dan maakt hij vervolgens zijn punt dat eigenlijk tot het jaar 2019, tot de coronacrisis begon, was het eigenlijk totaal niet ongebruikelijk, was eigenlijk gewoon normaal dat je een lange termijn studie deed, een onderzoek naar de lange termijn bijwerkingen van medicatie, maar ook vaccins. En hij maakt vervolgens het punt van het is eigenlijk wel discutabel dat we nu op zo'n grote schaal in de wereld vrij nieuwe technieken qua vaccinatie, hè, dus die mRNA-technieken, inzetten om zelfs kinderen, en dat is denk ik zijn grootste bezwaar uiteindelijk, dat je zelfs kinderen die minderjarig zijn gaat injecteren met zo'n mRNA-vaccin, waarvan je eigenlijk nog nooit een 10-jaar follow-up studie hebt gedaan. Ja. Hè, dus eigenlijk wat ik hier een beetje in dit artikel door hoor komen, is dat hij zegt, er is nooit een studie gedaan naar de lange termijn impact van dit specifieke mechanisme van vaccineren in mensen. Hè, want we hebben het er vorige keer ook over gehad, je injecteert eigenlijk een stukje mRNA. Hè? Dat wordt uiteindelijk vertaald zich of wordt gemaakt tot zo'n spike-protein. Dat wordt gepresenteerd aan het immuunsysteem, maar wel door een lichaams-eigen cel uiteindelijk. En dat werkt. Hè. We hebben gezien dat het effectief is. Ja. Dat mensen beschermd worden. Op korte termijn zeker zijn er helemaal geen vragen, denk ik, over dat het wel degelijk een stuk bescherming biedt. Nee, absoluut. Dat zie je gewoon duidelijk om je heen. En dat zie je ook in de cijfers terug. Ja, en gek genoeg is dat niet iets wat hij zo heel duidelijk beschrijft in zijn artikel. Nee, hè? Nee. Van, goh, het heeft ook wel echt geholpen om mensen in elk geval op de korte termijn te beschermen. Dus hij kiest er wel meteen voor om aan te geven van, hey, het is discutabel dat wij dit soort middelen inzetten zonder dat we lange termijn onderzoek hebben. Nou goed, ik denk, je kan daar tegenover zetten. We hebben ook geen tijd gehad om dat soort onderzoeken te doen. Ja. Hè, dus dat benadrukt hij in elk geval niet. Hij kiest echt voor, we hebben geen lange termijn studie voor mogelijke complicaties. Maar hij heeft daar wel natuurlijk een punt mee in de zin van, ja, als je nu besluit om 12-jarige kinderen straks te gaan vaccineren om een kwetsbare groep in de bevolking te beschermen, dan is dat ethisch wel een heel discutabel iets wat je doet. Want mocht er toch, en misschien weten we helemaal op dit moment niet hoe dat zo zou zijn of waarom, maar mocht er toch 20, 30 jaar daarna, en dan heb je het nog steeds over bij een 12-jarige iemand van 30 of 40 jaar oud, mocht er toch een grotere kans zijn op bepaalde auto-immuunziekten, omdat er toch iets mis is gegaan met dat immuunsysteem naar aanleiding van dat vaccin, dan heb je natuurlijk wel op een hele grote schaal dat toegediend. Ja, en je kunt van volwassenen nog zeggen van, je kunt zelf een keuze maken, de afweging maken. Stel, ik heb zelf niet zo heel veel last van dat virus, omdat het waarschijnlijk bij mij mild verloopt, omdat ik jong ben. Dan kun je er natuurlijk wel voor kiezen om, want dat is natuurlijk ook het idee dat je, als je een hele samenleving beschermt, dat het uiteindelijk minder snel bij de kwetsbaren en de ouderen terechtkomt. Maar om een jongere generatie daarvoor te gebruiken, dat is natuurlijk, dan ga je weer een stap verder. En je kunt op theoretische basis denken van, het zal allemaal wel loslopen met lange termijn bijwerkingen. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat je het nooit 100% weet. Nee, en dat is natuurlijk ook wel goed om te beseffen van, kijk, mensen die veel verstand hebben van de cel bijvoorbeeld of het immuunsysteem, die kunnen wellicht nu niet direct op basis van de bekende mechanismen een mechanisme voorspellen op grond waarvan het mis zou kunnen gaan. Maar we moeten ook ons als mens niet helemaal overschatten. Soms weten we ook gewoon niet goed hoe iets kan uitpakken. Hè? En ontdek je dat pas als je
door experimenteel onderzoek ziet wat er is gebeurd. En dan weer terug gaat redeneren van, oh, zo heeft dat misschien kunnen gebeuren. Hè? Dus in die zin is natuurlijk experimenteel onderzoek voor de wetenschap altijd de gouden standaard. Ja. En ja, vervolgens maken we daar dan weer modellen van en begrijpen we beter hoe het allemaal werkt. En kun je weer voorspellingen doen. Maar ja, die moeten uiteindelijk toch altijd weer getoetst worden door experimenteel onderzoek. En dat is dus, ik denk, James White zijn grootste bezwaar in dit hele artikel is, jongens, dit is nog nooit op zo'n manier gebeurd in de menselijke geschiedenis dat we iets waar zo weinig over bekend is, op zo'n grote schaal en ook met een zekere dwang toepassen. He, want ja, er wordt natuurlijk gezegd, we dwingen niemand. Zeker in Nederland wordt dat zo gebracht. Maar ja, met het beleid wat langzaam lijkt te worden uitgerold, wordt het wel steeds moeilijker om ongevaccineerd te zijn en gewoon je baan te behouden. Op dit moment kan dat nog, maar goed. Ja. We zien landen om ons heen waar het echt steeds moeilijker wordt om gewoon ongevaccineerd te zijn en te participeren. He, dus, en James White verbindt die twee aspecten dus aan elkaar. He. Enerzijds de heiligheid van het leven voortvloeiend uit het christelijk wereldbeeld. Anderzijds de onbekende aspecten rondom het vaccin. En zegt, ja, je hebt als christen dan dus wel een gewetensargument om te zeggen, ik neem dat vaccin niet. Ja. Of ik geef dat vaccin niet aan mijn kinderen. Zelfs al wordt het opgelegd door de overheid. He. Zelfs al wordt er een vaccinatiemandaat opgelegd. Dan heb je als christen voldoende reden om te zeggen, ik ga daar niet in mee op grond van mijn geloof. He, dus een gewetensbezwaar op grond van je consistente geloofsbelijdenis. Nou, dat is een beetje wat ik uit dit artikel haalde. Waarbij ik inderdaad wel een beetje de balans mis bij James White van, ja, maar er is wel gewoon ook een crisis gaande waar heel veel mensen nu ziek van worden. En de zorg raakt inderdaad overbelast. En we hebben nog niet heel veel goede alternatieven ten aanzien van vaccinatie. Dus die balans mis ik wel een beetje in dit artikel. Ja, het is altijd de vraag van, wat is dan je oplossing? Hè? Dat is natuurlijk kan je nooit zeggen van, nou, dat zit 100% presenteer je dat in de vorm van een vaccin. Maar je ziet hierin tenminste, ik heb niet gelezen, geen andere oplossing van, nou, hoe gaan we dit met z'n allen oplossen? Maar het is met name van, als jij dan als christen echt de overtuiging hebt van, nou, ik kan dit niet doen, want dit gaat tegen mijn door God gegeven leven en gezondheid in, dat je dan als christen op basis van het geweten dit kunt weigeren. Ja, en ik ben het daar, om heel eerlijk te zijn, ook wel mee eens. Ik vind dat we daar ons als christenen ook wel hard voor mogen maken dat wij in de gemeente broeders en zusters hebben die op grond van dit soort bijbelse argumenten zeggen, ja, ik wil mijn kinderen niet laten vaccineren, mm-hmm. of ik wil mezelf niet laten vaccineren. Nou, ik persoonlijk ben wel gevaccineerd. En ik heb daar ook helemaal geen gewetensbezwaren bij. Maar ik vind wel dat we de broeder of de zuster die daar anders in staat in de gemeente ook gewoon de broederhand moeten schudden en moeten begrijpen van, ja, je moet leven met je eigen geweten voor God. Ja. En je hebt dus in die zin een consistent Bijbels argument om te zeggen, nou, ik wil dit niet. Dit gaat in tegen mijn geweten voor Christus. Anderzijds, ja, ik heb dat niet zozeer, dit probleem. Maar als je het mij vraagt van, zou je je dochter laten vaccineren? En mijn dochter is 3. Dan zou ik respectvol zeggen, nee, ik denk dat ik dat niet zou doen. Precies. Nou, er wordt ook wel een onderscheid gemaakt natuurlijk in de leeftijdscategorieën. De 18-plus groep, hè, die gewoon zelf keuze daarin kunnen maken. 12 tot 18 wordt al wat nou, discutabeler. Overigens ook wel tieners die echt ziek ervan geworden zijn, zie je wel. Maar het is natuurlijk veel en veel minder als je naar de getallen kijkt. Ja. Nou, als je dan de groep daaronder kijkt, 0 tot 12, dan zijn het met name de baby's, hè, de zuigelingen, best wel een heftig beloop ook wel gezien is. Maar die groep daaronder, dan zou je het eigenlijk doen om de verspreiding naar de hogere leeftijdsgroepen toe tegen te gaan. Nou, en dan ja, dat is wel een lastige vraag. En dan kan het zijn van, dat het inderdaad veilig is en er wordt ook een lagere dosis gebruikt. Maar het is wel een andere discussie als wanneer je dat voor jezelf kiest of zelf kiest om het te nemen om anderen te beschermen. Ja, en wat ik ook wel interessant vind is dat op een gegeven moment James White zich ook wel een beetje waagt aan toch de vraag, is dit nou een goede langetermijnoplossing? Mm-hmm. En dat vind ik wel een goede vraag die mij ook wel eens bezighoudt. Van oké, nu geven we allemaal vaccins. Tegelijkertijd weten we van het coronavirus is een respiratoir virus. Die virussen die hebben we eigenlijk nog nooit met vaccins bestreden in het verleden. Dus in die zin is er ook het is niet alleen maar een mRNA-vaccin, maar het is ook het
het virus op zichzelf is een soort virus wat we nog nooit hebben behandeld met vaccins. Ja. Dus ook dat is wat nieuw hieraan. En wat we dus ook zien is mutaties. En dat op het moment dat je eenmaal 70% van de bevolking vaccineert, dat er wel weer een soort mutatie ontstaat, waardoor er een resistente vorm ontstaat. En ja, nu net op AD lees je ook weer een nieuwe. Dat lijkt ook een soort never-ending cycle te zijn. Dat zodra je een groot deel van de bevolking vaccineert met een vaccin wat een heel specifiek onderdeel van dat virus bestrijdt, dat virus vervolgens weer één stapje verder gaat. Ja. Dat muteert, een vaccin wordt minder effectief. Ja, en nou goed, discussies over hoe effectief het vaccin nu is. Sommigen zeggen het is al erg minder geworden, maar volgens mij is er nog steeds best wel een grote effectiviteit. De spanning was natuurlijk even met die nieuwe, ja, inmiddels is het niet nieuw meer, Delta variant, die echt een stukje gemener weer is. Maar als je dan weer naar de cijfers kijkt, dan beschermt hij toch enorm tegen de kans op ziekenhuisopname en zeker tegen IC-opname of overlijden. Maar ook daar komt het wel eens doorheen. En als je gewoon de technische briefing volgt of zo, die aan de Tweede Kamer wordt gegeven door een Diederik Gommers of Jaap van Dissel. Ja, ik bedoel, ik heb geen reden om te twijfelen aan de informatie van deze mensen. Hè? En die kunnen echt wel, denk ik, op een betrouwbare manier weergeven van hoe goed beschermt dat vaccin op dit moment nog. Ik heb daar geen twijfel aan hun intenties. En je hebt natuurlijk ook christenen die zeggen, ja, dat zit allemaal in één groot kabal. Nou, dat, ik heb geen reden om dat te denken of te geloven. Nee, maar het is ook een stukje statistiek natuurlijk. Je kunt die ziekenhuiscijfers kun je met elkaar vergelijken. Ja. Aandeel gevaccineerden, niet gevaccineerden. Nou, soms zeggen ze dan van ja, er liggen nu evenveel gevaccineerden in het ziekenhuis als niet gevaccineerden. Alleen die gevaccineerden komen uit een veel grotere groep. Dus relatief gezien is het natuurlijk een kleinere kans alsnog. Ja. En de leeftijdscategorie is ook lager. Veel ook met onderliggende aandoeningen. Ja. En daar komen van uit die gevaccineerde groep natuurlijk wel mensen in het ziekenhuis terecht. Er is ook nooit beloofd dat het 100% bescherming bood. Hè? Dat, is dat, dat werd ook wel eens gedacht of geroepen. Nee, dus helder. Maar zijn punt daarna is dus, ja, die vaccins die kunnen nu wel effectief zijn, maar zo'n virus muteert. Mm-hmm. En je loopt eigenlijk altijd 1 of 2 stappen achter. Hè? Ja. Je maakt een vaccin, dat ontwikkel je op een virus wat nu in de circulatie is. Maar net als met een griepvaccin, dat moet elk jaar opnieuw weer toegediend worden met de meest voorkomende mutaties die op dat moment spelen. En je hoopt dat dat dan een goede cocktail is die beschermt. Ja. Hè? En de vraag die James White dus ook stelt, van ja, als je nu weer een booster geeft en straks weer een nieuwe vaccinvariant of een virusvariant ontstaat, hoe lang gaat dit zo door? Hè? En komen we nu niet in een soort systeem waarbij we allereerst eigenlijk hier nooit uitkomen? Maar ten tweede, we het ook met z'n allen normaal gaan vinden dat we dus steeds zo'n vaccin gaan toedienen, terwijl die lange termijn studies er nooit zijn geweest. Want misschien dat het nu wel goed gaat, maar als dit natuurlijk de normale praktijk wordt en je straks 3 jaar verder bent en 5 boosters verder, kan het niet op een gegeven moment gaan gebeuren dat je toch een fout maakt. Ja. En dat het dan al normaal is geworden dat je op zo'n grote schaal mensen gewoon inent met zoiets. En dat is wel waar, denk ik, de dwaasheid van de mens op een gegeven moment problemen kan gaan opleveren. Zo van, we hebben het nu onder controle. Ja, ja, en we te veel vertrouwen hebben in onszelf, in onze kennis, in de wetenschap. Maar dat je op een gegeven moment hier wel een fout in kunt gaan maken. En dat is natuurlijk wel de reden waarom we überhaupt die veiligheidsstudies normaal doen. Ja. Om uit te sluiten dat zoiets gebeurt. Nou, en als je dat combineert met de hele overheidsdruk die er komt te liggen om wel dat vaccin te nemen, dan heeft dat wel echt, vind ik, een grote problematische kant. En dat is denk ik wat James White ook wel benadrukt. Maar wat ik mis in het artikel, en dat is misschien dan de afsluitende noot, is de balans met dat er toch wel ook echt een probleem is nu, met zorg die overbelast raakt. En als het eenmaal code zwart wordt in Nederland, dan heb je wel echt een probleem. Dat wordt natuurlijk bij de ziekenhuizen dan. Diederik Gommers zei ook, dan kun je politie en het leger bij het ziekenhuis gaan zetten. Want dan breekt de chaos uit, ja. Hey, wilde jij er verder nog iets over zeggen, dit artikel? Nee, dat is wel een goede opmerking van jou. We hebben het inmiddels wel over wereldwijd 5 miljoen doden, meer dan 5 miljoen doden bevestigd. In Nederland 19.000, en dat is alleen de officiële getallen natuurlijk. Dan heb je ook de oversterfte en zo. Nou, dat was de afgelopen maanden ook weer, dan zie je van, er is echt iets aan de hand ook.
Dan heb je het alleen al over sterfte. En dan, als je het hebt over de lange termijn gevolgen, mensen die moeten revalideren. Zo van, ja, een IC-opname, dat kun je wel overleven. Ja, revalidatietraject daarna, dat is vaak ook nog een lange tijd. Ja. Dus ook die cijfers of de ernst van het virus, dat moet ook niet gerelativeerd worden. Nee, en soms krijg je wel eens het gevoel dat, en dat is nu natuurlijk steeds minder, dat worden, zo langzamerhand kennen we allemaal wel iemand van nabij die ernstig ziek is geworden. Ja. Hè? En nou ja, jij en ik hebben allebei een collega die natuurlijk ook nog in het nieuws is geweest, die lang op de IC heeft gelegen. En ja, dan zie je wat dat doet met zo iemand. Hè? Gewoon een sterke kerel die eigenlijk helemaal vermagerd en aangedaan door zo'n IC-opname daar gelukkig wel, godzijdank, weer levend uitkomt. Maar ja, zo langzamerhand beginnen we toch allemaal wel ook te zien van, nou, de mensen die zeggen dit is maar gewoon een griepje, die doen ook tekort aan de realiteit. Ja. En dat is ook niet helemaal waar, nee. Nee, er is wat dat betreft echt wel veel leed. Dat heb ik ook wel om me heen gezien. Ja. En als je dat bagatelliseert, ja, dat is ook natuurlijk niet fris. Nou, en ook niet waarachtig. Hè? En ook niet in lijn met wat je als christen... als christen zou je respect moeten hebben voor de waarheid. Mm-hmm. En ja, je zou niet zomaar dat soort realiteiten ook gewoon langs je heen moeten laten gaan. Nee. En dat moet je wel meewegen, vind ik. Zullen we eens kijken naar John Piper's artikel? Ja. Want die heeft eigenlijk een wat andere accent. Hè, zijn artikel heet A Reason to be Vaccinated Freedom. Ik weet niet, misschien wil jij een soort aftrap doen om dit artikel wat samen te vatten. Nou ja, hij begint er eigenlijk mee. Hij laat gelijk ook al zien waar die staat. Dat hij eigenlijk christenen wil bemoedigen om juist het vaccin te nemen, als ze dat met een goed geweten kunnen doen. En als ze ook de medische gegevens goed overdacht hebben, kun je gelijk wel weer de vraag hebben. Want het is gewoon echt ook een lastig onderwerp. Hoe de vaccins werken alleen al, eventuele bijwerkingen. Zelfs voor ons als medici heb ik de vorige keer ook al gezegd. In hoeverre kun je als niet-medicus nou alles naar waarde schatten? Ja, dat is wat gelijk ook wel bij me opkomt. Ja. Nou, en soms ook misschien wel gelijk, dat is niet iets wat John Piper zegt, maar ook wel goed om te beseffen dat natuurlijk de politici hebben er een bepaald belang bij dat het grootste deel van de samenleving gevaccineerd is. Ja. En dat snap ik ook. Dat is ook, voor hun is dat de enige manier om deze crisis te overwinnen. Tegelijkertijd kunnen ze daarbij wel eens de fout maken, en ik vind dat echt een fout, door hun hand te overspelen, hè? Door te gaan bluffen of door te zeggen, ja, de vaccins zijn veilig, punt. Terwijl ik dan wel de neiging heb om minder vertrouwen te hebben in een Hugo de Jonge. Hè? Ik heb niks dan respect zo'n beetje voor het feit dat hij leiderschap toont te midden van zo'n crisis. Ik denk dat we dat ook niet moeten onderschatten, hè? Of een Mark Rutte. Ja. Nou, ik denk dat weinigen van ons daar aan het hoofd willen staan in deze crisis. Maar ik denk dat zo'n Hugo de Jonge zichzelf wel in de vingers snijdt door gewoon zo'n brede uitspraak te doen als het vaccin is veilig, punt. Ja. En dat, ik vind wel dat hij er goed aan zou doen om wel eerlijk te zeggen van, ja, we weten nog niet alles over de lange termijn effecten van zo'n vaccin. Maar als hij dat zegt, weet hij dat hij waarschijnlijk ook 10% minder vaccinatie zal gaan behalen. Ja. En dat is het moeilijke van zijn taak. Ja, dat klopt. Hij denkt natuurlijk vanuit de volksgezondheid. En hoe komen we hier zo snel mogelijk uit die ellende? Ik geloof echt dat dat de oprechte motivatie is van wat hij doet. Ja. Aan de andere kant, ja, je moet wel eerlijk blijven. En Nederlanders hebben misschien ook wel eens het idee van, joh, als ik te veel gepusht word, dan doe ik het juist niet. Terwijl je wel op argumenten moet kijken. Dus dat even als opmerking inderdaad. Nou, in het artikel noemt hij dan een aantal schokkende getallen natuurlijk, hè, waar we het net ook al over hadden. Dat zien we natuurlijk in Nederland ook. En ook, nou, dat duidelijk is dat onder die doden, zeker de laatste tijd natuurlijk sinds er gevaccineerd wordt, en ziekenhuisopnames en IC-opnames en ook qua besmettingskansen en de heftigheid van het ziektebeloop. Ja, dat dat duidelijk, dat kun je niet ontkennen, dat door vaccinaties die kans wel duidelijk verkleind is, fors verkleind is. Ja. Dus dat is het korte termijn effect wat we nu zien.
Ja, en hij noemt dan wat Amerikaanse feiten, hè? Ja. Maar ik vind dat wel goed om die eens te noemen. Want ik vind dat netjes van John Piper, ja, dat hij doet niet gewoon een soort algemene claim. Hij geeft wel gewoon de feiten, hè? En dan zegt hij, ja, bijna alle COVID-19 doden in de Verenigde Staten zijn op dit moment mensen die niet gevaccineerd zijn. Nou, dat is gewoon, ja, een feit wat hij noemt. Dan noemt hij wat feiten van wat verschillende staten in Amerika. Indiana saw 3801 coronavirus deaths between January 18, 2021 en September 16. 94% of them unvaccinated. He, dus 94% van de bijna 4000 coronavirusdoden in Indiana waren ongevaccineerd. Ja. Dat is echt een enorm verhouding. Hè? Als je dan kijkt in Montana, nou, dan heeft hij het over 90% van de gevallen, bijna 90% van de hospitalisaties, dus ziekenhuisopname, 83% van de doden waren allemaal mensen die niet volledig gevaccineerd waren. Hè, dus, nou, dan noemt hij meer dan 95% van de 443 mensen onder de 60 die gestorven zijn aan COVID-19 in Kentucky sinds juli waren ongevaccineerd. Nou goed, zo noemt hij een aantal feiten. Ja, ja. En hij zegt erachteraan, als mensen antwoorden op deze realiteit door te zeggen dat de overheid en de medici onbetrouwbaar zijn, dan, ja, zegt hij dat volgt, daar volgt niet uit dat deze feiten onjuist zijn. Ja, ja, en dat is wel belangrijk om te beseffen, van de feiten laten steeds duidelijker zien dat inderdaad vooral ongevaccineerden sterven aan deze ziekte. En natuurlijk, iedereen weet dan wel weer een uitzondering. Hè? Ook dat komt voor. Ja. Maar je moet natuurlijk gewoon op bevolkingsniveau kijken van wat zijn de getallen. En kijk, als ik kijk naar de dingen die ik om me heen gezien heb, ja, dat zal natuurlijk ook kleuren hoe ik er tegenaan kijk. Maar in die zin moet je wel naar die getallen op bevolkingsniveau kijken. Ja. Hey, en misschien zou jij willen het stokje over willen pakken over wat. Misschien voor de Nederlandse situatie. Ik heb nog even wat erbij gepakt. Op dit moment 7 op de 10 COVID-19 patiënten op de IC ongevaccineerd. Nou, dus een vaccineffectiviteit gemeten over de afgelopen 8 weken. 92% tegen ziekenhuisopname en 96% tegen IC-opname. Nou, als je dat dan gaat terugrekenen naar kansen, dan is de kans om gevaccineerd in het ziekenhuis terecht te komen 12,5 keer kleiner dan niet gevaccineerd en 25 keer kleiner om op de IC terecht te komen. Waarbij de gemiddelde leeftijd van de gevaccineerden in het ziekenhuis 59 is. Met onderliggend lijden vaak. Van de ongevaccineerden 59 jong en de gevaccineerden 77. Waarbij de gevaccineerden die dan in het ziekenhuis komen met een hogere leeftijd vrijwel allemaal onderliggend lijden hebben. Dus dat zijn ook wel getallen die moeten doen nadenken. Ja, dus de feiten laten wel degelijk zien dat zo'n coronavaccin in elk geval op de korte termijn wel degelijk bescherming biedt en dat nog steeds doet. En zo'n verhouding van ongevaccineerde versus gevaccineerde op die C, wetende dat het grootste deel van de bevolking al wel gevaccineerd is en de verhouding dan toch zo andersom ligt, is natuurlijk wel duidelijk een pleidooi voor het vaccin. Dat neemt helemaal niks weg van het feit dat je nog steeds je vragen kunt hebben over zo'n vaccin, over lange termijn effecten. Maar één ding is duidelijk en dat is, het vaccin beschermt wel degelijk tegen een ernstig beloop van COVID. Hè? Dus dat is eigenlijk het beginargument wat hij zegt. Ja. Dan gaat hij eigenlijk verder van eigenlijk precies hetzelfde als wat James White zegt. Jezus Christus is Heer over je leven. God is de Heer van je leven. En daarom ben je niet onderworpen aan wat een overheid of een gouverneur in die zin zegt. Dat naar boven uit zou gaan. Maar hij zegt juist omdat God Heer van jouw leven is, onderwerp je je aan die instituten, zegt hij. En dat haalt hij dan uit 1 Petrus 2 vers 13. Ze zegt hij van, nou, hoe kan je nu onderworpen zijn en toch vrij? En dat is omdat je onderworpen aan God, je eigenlijk je kunt onderwerpen aan ook menselijk gezag. He, dat is eigenlijk ook wat Petrus natuurlijk schrijft in het tweede hoofdstuk.
Dus dat is eigenlijk een grappige tegenstelling. Hè? Want heel veel mensen zeggen van, ja, hallo. God gaat over wat ik wel en niet doe. Maar eigenlijk is wat vanuit een Bijbelgedeelte ook gezegd wordt, hoeft dat elkaar niet tegen te spreken. Hè? Ja. Ja. Nou, en hij maakt dan op een gegeven moment ook een verwijzing naar een schriftgedeelte in Matteüs 17. Hè? Mm. Wat best wel een ingewikkeld schriftgedeelte is. Ja. Ja. Maar wat wel ook de spanning laat zien in wat jij nu net zegt. Dat je enerzijds geen slaaf bent van een menselijke institutie of regering of wat dan ook. Hè? Want we zijn kinderen van God. Mm-hmm. We zijn vrij. En tegelijkertijd dat we ons omwille van onze onderworpenheid aan God ook vrijwillig kunnen onderwerpen aan het gezag wat hij over ons stelt. En daar moeten we natuurlijk wel degelijk nog steeds de nuance in aanbrengen die we in ons eerdere gesprek ook aanbrachten. Yeah. Als de overheid iets van je vraagt of je iets oplegt wat ingaat tegen wat God van je vraagt of aan je oplegt, dan geef je natuurlijk altijd God de eer en doe je wat hij van je vraagt, yeah. Ook als die twee dingen tegen elkaar ingaan. Maar het algemeen principe is wel degelijk dat we ons uit ontzag voor Christus onderwerpen aan het gezag wat boven ons gesteld is. En dat zie je echt in zowel Paulus als Petrus schrijven als in de evangeliën, is dat een principe. Romeinen 13 ook, hè? Ja. Ja, nou eigenlijk in heel veel verschillende brieven. Het is niet alleen maar Romeinen 13, want die wordt vaak aangehaald, maar je komt het in heel veel brieven tegen. En dus ook in 1 Petrus. Hoe de schrift door ademt is eigenlijk ook. Ja. Ja, en die spanning zie je dus ook in Matteüs 17. Hè? Dan vraagt de Heer Jezus aan Petrus, wat denk je, Simon, van wie ontvangen de koningen van de aarde belasting? Van de zonen of van anderen? Ja. En dan zegt Simon, Petrus, van anderen. En dan zegt Jezus, dan zijn de zonen vrij. En die dialoog vindt plaats naar aanleiding van de tempelbelasting. Ja, die wordt opgehaald. Ja. Hè? Van moeten we dat nou betalen of niet? Dan komt de Heer Jezus daarmee. Hè? De zonen zijn vrij, maar om hun geen aanstoot te geven, ga naar de zee, werp een haak uit. En de eerste vis die naar boven komt, als je zijn mond opent, vind je een shekel. Neem die, geef het aan hen voor mij en voor jezelf. Ja. En dat is heel interessant, dat de Heer Jezus enerzijds eigenlijk zegt, je staat onder geen verplichting om aan zo'n menselijk instituut te geven, want de zonen zijn vrij. En dat de Heer Jezus dan toch zegt, maar om geen aanstoot te geven, doe dit. En dat, daarmee lijkt er ook een soort tegenstrijdigheid te zijn. En wat de Heer Jezus volgens mij zegt, en wat John Piper ook als punt maakt, is dat hij zegt, ja, je bent ten diepste vrij, maar gebruik die vrijheid niet om aanstoot te geven. Ja. En wees toch onderworpen, maar niet als slaaf van dat systeem, maar juist als een vrij kind van God, wat blijmoedig wel dat systeem eert. Ja, maar wat hij verder ook zegt, hè, van als je dan kiest van, nou, ik wil me niet laten vaccineren, of ik geloof echt dat dat tegen Gods plan ingaat, ken je dan wel die gebrokenheid over het leed wat er op dit moment in de wereld gaande is. Soms ook wel een soort zelfingenomenheid kun je zien. Soms wel eens van, ja, nou, die vaccins die beschermen toch zo goed, hè? Bijna een beetje triomfantelijk, terwijl er toch mensen in het ziekenhuis terechtkomen. Maar dat is natuurlijk ook niet de houding zoals God die van ons wil zien. Ja. Ja, en dus de christelijke vrijheid, en dan citeert hij ook 1 Petrus 2 vers 16, hè? Leef als mensen die vrij zijn, maar gebruik je vrijheid niet als een bedekking voor kwaad. Nee. Hè, dus we moeten ook wel wijs omgaan met de vrijheid die God ons geeft. En niet vanuit een soort hoogmoedigheid of trots inderdaad het leed van andere mensen daarmee ontkennen. Dus als je die overtuiging hebt van ik moet me niet laten vaccineren, dan kun je die overtuiging ook hanteren, terwijl je nog tegelijkertijd ook in gebrokenheid de Heer bidt om de mensen die ziek zijn. Ja. Hè, en die het moeilijk hebben. En nou, misschien ook wel mensen die juist in deze tijd Christus nodig hebben. Ook onder de mensen die zich wel laten vaccineren. Ja. En de mensen die zich niet laten vaccineren. Nou ja, kijk, wat je in Amerika ook wel ziet is dat het standpunt links of rechts ingegeven kan zijn. Hè, politiek gekleurd kan zijn. Van als je dit kiest, nou, dan sta je meer aan die kant. Kies je dat, dan sta je meer aan die kant. Maar de vrijheid in Christus wil ook zeggen dat je niet onderworpen bent aan zo'n politiek ingekleurde mening. Dus dat je ook dat niet leidend laat zijn.
En dan zegt hij eigenlijk ook van, nou, stel je hebt al die argumenten voor en tegen, heb je overwogen. Je hebt het risico van COVID heb je gezien en je hebt ook de honderden zieken en doden gezien. Je hebt over de lange en korte termijn effecten nagedacht. Van de vaccins, hè? Waarvan je dus ook nog niet helemaal zeker weet wat de consequenties zijn. Maar je dat wel voor jezelf goed hebt nagedacht welke mogelijke risico's er zijn van zowel het nemen van het vaccin als het niet nemen van het vaccin. Ja. En ook inderdaad, hè, van hoe vaak zijn de mensen wel of niet opgenomen en het aantal doden verhoudingsgewijs wel of niet gevaccineerd. Ja. Dan noemt hij ook nog, nou, je hebt gehoord en nagedacht over de implicatie van het gebruik van fetale cellijnen, hè, in de ontwikkeling. Ja. En nou, je hebt er ook, dat is er ook natuurlijk, hè, de natuurlijke immuniteit als iemand het doorgemaakt heeft. Waarbij inmiddels duidelijk begint te worden dat de natuurlijke afweerreactie van iemand die COVID doorgemaakt heeft waarschijnlijk beter beschermd dan die vaccins. En dat, ik zou eigenlijk ook niet anders verwachten, want ik denk dat die een veel bredere afweerreactie zal geven dan alleen maar zo'n op spijkproteïne gefocuste reactie. Een onderdeeltje van het virus, ja. Ja. Je hebt ook gekeken, zegt hij dan vervolgens, naar de, nou, al die theorieën van samenzwering, of dat wel of niet kan kloppen. Hè? Dat noemt hij dan ook nog, vind ik ook wel grappig. En als jouw geweten dan, als je al die punten nagaat, vrij is en je zegt van, ik wil gevaccineerd worden. Maar als je dan de vrees hebt voor de groep waarin je verkeert, want je wil niet daar weggezet worden of daar, ja, dat is geen vrijheid. Ja. Dus eigenlijk zegt hij, je hoeft je niet te laten vaccineren omdat de overheid je dat oplegt, want je bent vrij. Ja. Je bent een kind van God en uiteindelijk is God is jouw ultieme gezag. Christus is je ultieme gezag. Dus laat je niet vaccineren puur omdat de overheid dat van je eist. Maar denk na over, als ik al die feiten bij elkaar optel en goed bekijk en dat onderwerp aan Christus, uiteindelijk de enige aan wie ik ten diepste onderworpen ben, en ik kom tot een beslissing, dan mag ik die beslissing nemen. Ja. En dan ben ik daar vrij in. En dan hoef ik me niet dat te laten opleggen door een regering, maar anderzijds hoef ik me ook niet te laten tegenhouden doordat ik in een bepaalde subgroep zit, of een christelijke kerk, of een christelijke traditie, waar de mensen mij vervolgens dat zouden aanrekenen of daar anders over denken. Hè? Want zo zijn we ook. We zijn als mensen natuurlijk wel heel erg gevoelig voor de groep waar we onderdeel van uitmaken. En dan kan het zijn dat jij, nou, in een bepaalde traditionele kerk zit waar niemand zich laat vaccineren, waar daar ook over tegen wordt gepredikt bijvoorbeeld. Ja. Maar jij ten diepste wel tot de overtuiging bent gekomen van, nou, ik geloof dat het goed is dat ik me laat vaccineren. En dan ben je ten diepste niet vrij als je uit angst voor je medemensen op dat moment niet laat vaccineren. Nee, dus die kant is er ook. We moeten ons niet vanuit angst laten vaccineren omdat de overheid ons dat oplegt. We moeten ons ook niet uit angst niet laten vaccineren als we in alle vrijheid wel de beslissing nemen dat het goed zou zijn om het wel te doen. Ja. En dat is wel eigenlijk de kern van wat John Piper wil zeggen, volgens mij. Hè? En zijn laatste zin is dan ook, the sons are free, de zonen zijn vrij, tearfully, cheerfully free. Hè? Dus met tranen, maar ook met vreugde vrij. Hè? Waarbij ook John, denk ik, de complexe kanten van deze situatie benadrukt. Zowel de vreugde als de moeite. Therefore, live as people who are free. Dus leef als mensen die vrij zijn. Dat is zijn conclusie. Ik zou daaraan toevoegen, laten we elkaar daar ook gewoon in accepteren en liefhebben. Er zijn wel degelijk situaties denkbaar waarbij er echt compromissen worden gesloten met het christelijk geloof en je situaties krijgt van kerkelijke tucht. Maar dit vaccin is daar geen duidelijke onderdeel van zo'n soort situatie, denk ik. Ja, nou, dan hebben we die twee artikelen besproken en dan zie je dat twee mensen waar je veel respect voor kunt hebben toch gewoon net wat andere visies kunnen hebben op dit onderwerp. En ja, nog steeds denk ik elkaar lief hebben als broeders in de Heren. En ik denk een mooi model voor hoe wij dat ook zouden moeten doen. Ja. 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 Hey, misschien nog wel iets, want daar gaan we zeker vragen over krijgen. Hoe kijk jij nou aan tegen de situatie dat we steeds meer zo'n 2G-situatie lijken te gaan krijgen? En dat in combinatie met zo'n QR-bewijs. Ik denk dat veel christenen zich daar ook wel zorgen over maken. Ik denk, het zou jammer zijn om deze video af te sluiten zonder daar nog eventjes ook
samen over na te denken. Ja. Ik heb daar wel mijn zorgen over, als ik heel eerlijk ben. En niet zozeer omdat ik denk dat het de vervulling is van Openbaring hoofdstuk 13, want zo sta ik daar niet in. Maar wel omdat ik denk dat, dat dit de vrijheid die God ons geeft wel heel erg aan het bedreigen is. Nou ja, de polarisatie kan alleen maar toenemen natuurlijk. Hè? Want dan krijg je natuurlijk wel een tweedeling in de samenleving. Overigens moeten we nog maar zien of het er ook door gaat komen. Hè? Als je de verhoudingen in de Tweede Eerste Kamer ook ziet. Maar ik weet het niet. Ik weet het gewoon niet op dit moment wat er gaat gebeuren. Aan de andere kant, ja, wat is wel de oplossing? Dat is dan ook weer moeilijk, hè? Want we kunnen het niet zo laten gaan zoals het nu gaat. Dus er moet wel iets gebeuren. Ja, en dat is misschien ook wel goed om te noemen. Er zijn natuurlijk veel mensen die zeggen, wat er nu gebeurt met die QR-codes, vaccinatie corona-toegangsbewijzen, dat is allemaal vreselijk. En ik heb daar heel veel begrip voor. Ik denk dat het ook, ik ben daar geen voorstander van, hè? Dat we op die manier moeten gaan bewijzen dat je gevaccineerd bent om een winkel binnen te mogen. En als je dus principieel tegen vaccineren bent, dat je straks gewoon geen winkel meer in kunt. Hè? We zien sommige landen waar je bijna een soort thuisquarantaine krijgt voor de ongevaccineerden. Hè? Oostenrijk. Klag in de zorg in sommige andere landen. Mensen die hun baan verliezen. Ik denk, daar moeten we met z'n allen niet heen willen. Dus daar ben ik echt fel tegen. En ik geloof dat dat ook iets is waar als christenen ons over mogen uitspreken. Maar de andere kant is wel, en dat wil ik ook wel zeggen tegen mensen die dit blijven benadrukken van dit is verkeerd. De andere kant is wel, het is niet voor niks dat zo'n Diederik Gommers aangeeft, als je in zo'n code zwart scenario komt, heb je als samenleving ook wel echt een heel groot probleem. Dan moet je het politie, dan moet je het leger bij de ziekenhuizen gaan zetten, dan ontstaat er een chaos. Hè? Dan breken er rellen uit. Dus dat zou ook wel een heel onwenselijk scenario zijn. Je moet ergens keuze maken die mensen pijn gaan doen, welke groep dan ook. En ja, kijk, als je nu op dit moment kijkt ook hoe de verspreiding onder gevaccineerden is. Ja, weliswaar, hè, aangetoond, ze worden minder ziek. Maar die is natuurlijk ook enorm op dit moment. Dus wat dat betreft kan je wel zeggen van nou, ze zullen dan minder snel in het ziekenhuis terechtkomen. Maar te zeggen van alleen degenen die niet gevaccineerd zijn, dat gaat niet op dit moment de oplossing zijn. Nee, dus in die zin laten we ook als christenen bidden voor onze overheid. Hè, regeringsleiders, de Bijbel draagt ons daar ook duidelijk toe op om te bidden voor mensen die over ons geplaatst zijn. Laten we ook gewoon bidden voor de mensen die op dit moment die moeilijke positie invullen. En kijk, als jij zo meegesleept wordt door ideeën dat onze leiders het kwade met ons voor hebben, dan wordt het misschien ook wel heel moeilijk om nog voor ze te kunnen bidden met een oprecht hart. Ik denk dat de Bijbel ons daar wel toe opdraagt. Hè? Zelfs al zou het je vijand zijn, wat ik niet geloof. Nou, wat zegt de Bijbel daarover? Ja, nou ja, in die zin dat je nog steeds voor ze bidt. Wat dat betreft maakt de Bijbel in gezagsrelaties helemaal geen onderscheid tussen of dat je nou een goed iemand of een kwaad iemand boven je hebt. Hè? Ook slaven dienen uw meester, zowel de goede als de kwade, zegt Petrus ook. Hè? Dus we hebben gewoon in deze tijd als christenen een getuigenis te geven. We moeten een licht zijn, een zout zijn. En we moeten ook in deze tijd laten zien dat we als christenen het beste met onze naasten voor hebben. Ja. En hoe kan ik mijn naasten het beste dienen? Het is niet alleen mijn eigen gezondheid, maar wat kan ik doen om inderdaad die naasten en die kwetsbaren, die ouderen te beschermen? Ja. Want ook het gemak, hè, waarover soms over de dood van een oudere generatie gesproken wordt, ja, dat is natuurlijk ook niet wat je als christen zou moeten zeggen. Nee. Hey, en tot slot, wat ik denk, wat ik wel wil noemen, is, ik ben zelf ouderling in een gemeente en ik denk wel dat als je het hebt over leiding geven aan de gemeente en de maatregelen die door de overheid worden ingevoerd, dat je daar wel een scenario kunt krijgen. En ook wel dat we dat hebben gehad, waarbij je soms als gemeenteleider op grond van de schrift bezwaar kunt maken tegen overheidsmaatregelen. En als de overheid opnieuw zou gaan zeggen, kerken kunnen alleen maar livestreams of niet meer fysiek samenkomen, dan denk ik dat wij daarvan zouden afwijken, om heel eerlijk te zijn. En dat zouden doen nog steeds met vrezen en beven. Ja. Niet lichtzinnig, maar wel ook
bedenkend dat ja, we hebben ook een taak gekregen van Christus om het evangelie te prediken, om samen te komen, om het lichaam te onderwijzen. En de coronacrisis heeft wel degelijk schade aangericht in gemeenten, doordat die bijvoorbeeld overgingen op puur alleen livestreamen. En hè, ook daarvoor geldt denk ik dat ook kerkleiders daar in vrijheid samen wel moeten zoeken naar wijsheid. Ja. Ze hebben zowel de geestelijke verantwoordelijkheid voor hun kudde, maar ook fysiek. Hè? Dus ze hebben ook wel degelijk na te denken over, als ik dan mijn samenkomst door laat gaan en daardoor komen er mensen te overlijden in mijn gemeente, nou, daar moet je ook rekening mee houden. Zeker, dat is een hele lastige afweging. Anderzijds, ja, natuurlijk in klein verband kon er ook de afgelopen tijd heel veel doorgaan. En ja, ik denk soms ook wel eens van, joh, als wij als kerk de eisen die wij soms stellen aan kerk zijn, ja, dan zou de vervolgde kerk ten dode opgeschreven zijn. Snap je wat ik bedoel? Dat is, ja, dus in die zin zijn de huisgemeenten, de huissamenkomsten, kleinschalige samenkomsten zijn ook nog een hele mooie manier om wel gewoon die gemeenschap te hebben. Maar als er echt geen gemeenschap meer mogelijk is, dan denk ik wel dat we daar als kerkleiders ook echt wel goed over na moeten denken. Ja, van ga je daar mee of niet? En hoe lang doe je dat dan? Hè, zoiets? Ja, en daar ben ik inmiddels zelf wel wat voorzichtiger mee. Naar gelang deze crisis langer is gaan duren. Hmm. En steeds langer duurt. Misschien voor nu is dat voldoende en zullen we het hierbij laten. Maar wat wel interessant zou zijn, is om nog eens een vervolggesprek misschien te doen, waarbij we ook vragen van kijkers meenemen. Misschien dat naar aanleiding van dit gesprek, dat er dingen naar voren zijn gekomen, dat je er vragen over hebt. Schrijf die vragen ook op dan in de comments. En dan, God willende, zullen we nog een vervolggesprek opnemen en zullen we ook gewoon eens die vragen langslopen. Dus schroom niet, schrijf een comment op. En Wilco, bedankt dat je er wilde zijn vandaag. Okay. En Gods rijke zegen voor jou ook in je werk. En hopelijk tot snel weer. Dankjewel, Chris. Ja. Heb je iets gehad aan deze video? Druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer dan op dit kanaal.